Dan wil ik het nog even hebben over de Tweede Kamer. Want deze week kregen we een nieuwe, met maar liefst 67 nieuwe Kamerleden. En op een eerste dag moesten ze al gelijk wat doen met de grondwet. De een legde een eed af, de ander deed een belofte. Weer een ander veegde ze reet ermee af. En wat ze ook moesten doen was hun favoriete liedje insturen. Is echt waar. En daarmee is een Spotify-lijst samengesteld. En wat leuk is, wat ik even gedaan heb, is ik heb de liedjes van de Kamerleden gecombineerd met foto's van de Kamerleden. Dan krijg je best wel een goed beeld van ja, wie die Kamerleden nou precies zijn en waar ze voor staan. Bijvoorbeeld, dit is Agnes Jozef, Kamerlid voor NSC. En dit is haar liedje. Ja, Agnes Jozef heeft er helemaal zin in. Lekker knallen, DJ Chesto, lekker die kamer in. Ja, andere Kamerleden, ja, die hadden er volgens mij toch iets minder zin in. Bijvoorbeeld Wim Meulenkamp van de VVD. En die het volgens mij een beetje spijt. We're caught in a trap. I can't walk out. Ja, we're caught in a trap, I can't walk out. En die denkt, waar ben ik aan begonnen? En dat zag je bij meer Kamerleden, bijvoorbeeld van de PVV. Die kregen natuurlijk veel meer zetels dan waar ze op hadden gerekend. Dus er kwamen ook allemaal mensen de Kamer in die dat helemaal niet hadden verwacht. Bijvoorbeeld Willem Boutkan, de nummer 30. Hoe ging dat dan, die verkiezingsavond? Mijn vrouw en ik zaten gewoon samen op de bank. Wij zaten naar een programma te kijken over ongeletterdheid. Ze zept over. En ik zie uit mijn ooghoek onder in het beeld staan exit poll PVV 35. Ongelooflijk. Ben je lekker een avondje televisie aan het kijken, moet je opeens de Kamer in voor de PVV. Wat was zijn favoriete liedje eigenlijk? Het is leuk dat je het vraagt, Jos. Dat was dit liedje. All hands on deck. All hands on deck. Arme man. En dit was echt zijn muziekkeuze. Maar ja, ik snap het ook wel. Zo'n eerste werkdag is natuurlijk ook spannend. Het is een beetje als een eerste dag op de middelbare school. Dat je bang bent dat ze je misschien wel gaan uitlachen. Dat dacht ook deze jongen, Jeremy Mooiman van de PVV. Die had niet zo'n lekker begin. Mooiman. Ja, dat is het. Flauw, man. Hier namen ze hem ook met zijn onderbroek opgehangen aan de interruptiemicrofoon. Het is ook nogal wat natuurlijk, hè, zo'n nieuwe baan. Eervol beroep, veel verantwoordelijkheid. Je weet nog niet precies hoe alles werkt. Maar die fijne kneepjes van het vak, die brengen ze je echt wel bij. Dit is een instructievideo voor intern gebruik. Hallo nieuw Kamerlid. Gefeliciteerd met je nieuwe baan. Een eervol beroep. Je bent hier gekomen omdat je je wilt inzetten voor verandering. Omdat je gelooft dat jij het verschil kan maken. Leuk hoor. Maar om de komende periode niet op te branden, is het belangrijk om cynisch te worden. We geven een paar tips. Sla debatten over. Natuurlijk is de onderwijsbegroting belangrijk, maar ook weer niet zo belangrijk. In de vrijgekomen tijd kan je mooie dossiers lezen, die je ook niet uitkrijgt. Gebruik de interruptiemicrofoon niet voor interrupties, maar voor kortgeknipte filmpjes op de socials. Daar krijg je veel meer waardering voor. Nu je in de Tweede Kamer zit, vraag je je waarschijnlijk af, wanneer kan ik me afsplitsen van mijn fractie? Nou, dat kan nu meteen al. En je mag je zetel gewoon houden. Voor meer tips, ga even langs bij een van de afsplitsmentors, Wiebren of Femke Merel. Een belangrijk onderdeel van je kamerwerk is stukken lekken naar de pers. Wil je iets lekken? Leg de vertrouwelijke documenten dan in een van de daartoe bestemde lekbakjes. Voor een goede verhouding met de pers is het belangrijk om niet te moeilijk te doen. Het maakt niet uit of je de dossiers gelezen hebt, als je maar iets leuks zegt. En tot slot, dit is het volk. Hier doe je het allemaal voor. Maar onthoud, wat je ook doet, je doet het nooit goed. Nou, nogmaals, gefeliciteerd met je nieuwe, eervolle baan. En zet hem op de komende tijd. Vond je dit nou een leuke video om te kijken terwijl je eigenlijk iets anders zou moeten doen? Abonneer je dan op dit kanaal. Kun je nog veel meer leuke video's kijken. En dan weer aan het werk, hè? Doerak.